Naima El Bezas. Daar ben je. Welkom. Nou, jullie klinken niet erg enthousiast. Nog een keer een hartelijk applaus voor Naima graag. Dank u. Die avond ging de telefoon. Het was Mercedes. Ik had haar in Venice Beach ontmoet toen ik daar een keer uit mijn werk voorgelezen had. Ze was ongeveer 28, redelijk lichaam, vrij goede benen, een blondine van 1,65 meter. Een blauwoogige blondine. Haar haar was lang en een beetje golvend en ze rookte aan één stuk door. Haar conversatie was saai en haar lach luid en vals. Meestal tenminste. Ik was met haar mee naar huis gegaan die avond. Ze had een appartement vlak aan het strand. Ik had piano gespeeld en zei bongo's. Er was een kruik goedkope rode wijn en joints. Ik werd te dronken om nog op te stappen. Ik had daar die nacht geslapen en was de volgende morgen naar huis gegaan. Moet je horen, zei Mercedes. Ik werk op het ogenblik vlak bij jou in de buurt. Ik was van plan bij je langs te komen als je het goed vindt. Ik hing op en 15 minuten later was ze er. Ze had een heel kort rokje aan, droeg sandalen en een laag uitgesneden blouse en ook blauwe oorbellen. Wil je wat wiet? Vroeg ze. Mijn best. Ze haalde de wiet en vloeitjes uit haar tas en begon een paar joints te rollen. Ik maakte het bier open en we zaten op de bank te roken en te drinken. Uiteindelijk trokken we onze kleren uit en gingen naar bed. Eerst Mercedes, toen ik. We begonnen elkaar te kussen en ik wreef haar kut. Ze greep mijn lul. Ik ging bovenop haar liggen. Mercedes loodste hem naar binnen. Ze had me goed beet daar beneden. Ze was heel nauw. Ik plaagde haar een poosje door mijn benen helemaal uit te trekken en de eikel heen en weer te bewegen. Volgens mij zijn die van jullie slap, want jullie luisteren niet echt, hè, je vormen. Toen ramde ik hem plotseling 4 of 5 keer in en haar hoofd stuitte op het kussen. Toen deed ik het wat rustiger aan en liet hem erin en eruit glijden. Het was een bloedhete nacht en we zweten allebei. Mercedes was high van het bier en het joints. Ik besloot haar met zwieren af te werken, haar een en ander te laten zien. Mercedes maakte zich zorgen. Kom toch langs ze. Oh, kom toch, schat. Ik ben zo blij dat mijn moeder hier niet is, als mokro. Ik lag dood te gaan met mijn slappe lul. Mercedes draaide haar hoofd naar me toe. Ik kuste haar. Kussen is veel intiemer dan neuken. Daarom heb ik het nooit zien zitten dat mijn vriendinnen zomaar allerlei mannen zouden kussen. Ik had liever dat ze met hen neukten. Ik bleef Mercedes kussen en aangezien ik zo over kussen dacht, kreeg ik weer een stijve. Ik klom bovenop haar terwijl ik haar kuste alsof mijn laatste uur op aarde geslagen was. Mijn lul gleed naar binnen. Deze keer wist ik dat het zou lukken. Ik kon het wonder voelen. Ik zou de kut van die teef schieten. Ik zou mijn sap in haar gieten. En wat ze ook zou doen, ze zou hem niet tegen kunnen houden. Zoals van mij. Ik was een overwinnend leger. Ik was een verkrachter. Ik was haar meester. Ik was de dood. Ze was hulpeloos. Haar hoofd rolde. Ze greep me vast. En snakte naar adem. Mijn pik deed zich er te goed aan. Ik maakte een vreemd geluid. Toen kwam ik klaar. De volgende morgen gingen we onder de douche en kleden ons aan. Kom mee, we gaan ergens ontbijten, zei ik. Goed, antwoordde Mercedes. Tussen twee haakjes. Hebben we gisteravond geneukt? Jezus, Mina, weet je het niet meer? Moest je minstens 50 minuten bezig geweest zijn? We gingen naar een cafetaria om de hoek. Ik bestelde dubbel gebakken eieren met spek, geroosterde bruinbrood en koffie. Mercedes bestelde een pannenkoek met ham en koffie. Je hebt gelijk, zei ze. Je moet me genaaid hebben. Ik voel het sperma langs mijn been lopen. Ik besloot me niet meer met haar te bemoeien. Uit Vrouwen van Bukowski. Dank u. Ja.